Goedenavond, welkom bij Sportvisie. Nadat Buffy, de beruchte, maar ook beroemde mascotte van voetbalclub BUVOVV, in 1971 spoorloos verdween, is leven en werken van de eens zo bejubelde talisman van de Lissense voetbalvereniging jarenlang gehuld geweest in een schimmige, mistige, ondoorzichtige wolk. Totdat onze verslaggever Berend Beemstra hem vorige week op het spoor kwam in Wevershaven, een Duits plaatsje vlakbij de Tsjechische grens. Daar in café Sauerstube staat Buffy al jaren op de hoedenplank, tenminste als hij niet werkt. En als het goed is, heb ik nu contact met Buffy. Hallo Buffy, kan je mij horen? Buffy. Ja, natuurlijk kan je horen, klootzak. Ja, goed zo. Hoe is het daar in... Het is hier heel erg goed hier, dat bedoel je waarschijnlijk. In Wevershaven, ja. Wat wil je nou eigenlijk vragen aan mij? Wat is de bedoeling hiervan? Wat ik zou willen weten is, denk je nog wel eens aan Nederland? Nou, gelukkig niet. En als ik hele erge nachtmerries heb, dan denk ik aan dat verkankerde rotlandje van jullie. Ja. En ja. Je hebt nooit enige respect gehad voor enige mascotte in dat hele verkikkerde kutlandje van je. En nu ga je opeens de meneer uit zitten hangen. En je gaat zitten vragen met zo'n toontje, zo'n gereformeerd toontje, hoe het met mij is. Klootzak! En denk je nog wel eens terug aan je oude club, aan BUVOVV? Natuurlijk, dan denk ik terug aan die club. Die van de tyfusclub, die me altijd met geen enkel respect behandeld heeft. Ik ben er altijd voor lul aan het net blijven hangen. Ja. Ik heb me enorm uitgesloofd voor die enige tyfusclub. En nooit enige, je kon de modder in. Ze zijn met me gaan dwergwerpen. Ze hebben alles gedaan om mij te koeieneren. Godverdamme. Hou je mijn vrouw zeker om! Wat zeg je? Ik probeer met je te praten! Je probeert helemaal niet met mij te praten! Je probeert nooit te communiceren! Vuile klootzak dat je bent! En die vuile kiezerlijk! Kom meteen! Je kunt wel met een tier springen en nooit respect gehad! Hallo, Buffy? Buffy? Wacht even, ja? Wat gaan we nu doen, jongens? Oké. Ja. Dames en heren, Buffy, de bekende mascotte van BUVOVV, is dood. Naast mij enige mensen die hem goed gekend hebben. Louis Verschoor en Ria Schonewald, beter bekend als Tante Poes. Louis, om met jou te beginnen. Wat voor iemand was Buffy? Ja, het was eigenlijk een hele... Het was eigenlijk een hele bij de hand erbij goochem. Want, kijk, hij was dan al klein van postuur. Maar hij had op een of andere manier had hij ontzettend succes. Maar hij had aan elke vinger, aan elke vijf vingers van allebei zijn handen, had hij altijd wel een vrouw hangen. Want ondanks dat hij een klein optondertje was, hij zoop dan wel flink. Hij zoop flink uit oude klaren. Als hij in het café van BUVOVV in het clubhuis zat. Dan kwam hij soms naar beneden en bestelde hij met een oude klager. Ja, echt waar. Ja. En die was dan opeens gewoon weg en een blups, dan schoot hij weer naar boven. Maar dat was zo'n klein sodemietertje. Maar hij had vrouwenvlees aan zijn kont zitten. Ja, dat had hij. Waar, ja. Want, Tante Poes, u hebt hem van heel dichtbij gekend, hè? Nee, ik heb hem van heel erg dichtbij gekend.
Er was een afstand van niks. Het was heel met populair te zeggen, een hele geile donder. En als hij een slok op had, kon het vriezen, het kon dooien. Het kon een schat van een man zijn. En het kon een kreng zijn. Want ja, dit deed hij dus veel. En hij heeft zich volgens mij, toen hij dus mascotte was bij BVVV... Het is iemand geweest die eigenlijk de roem niet aankon. Maar jullie hebben hem allebei ook nog... Ik heb hem in mijn huis gehad. Ja, ja. Ik heb hem in mijn huis gehad. Dat vond hij vreselijk. Want ja, het was een klein mannetje. Wat zal hij geweest zijn? 50, 50, 60, 70? Nog niet. Maar het had zo'n apparaat. Dat was... Ja, ik was net van mijn man, of mijn man die was gestorven toen hij met die auto tegen die pallen geflikkerd was. En toen is hij bij mij in huis gekomen, dat was gewoon op kamers. Maar s'nachts dan trippelde hij zo de trap af en dan zei die tante Poes, ik heb ook mijn behoeftes. Ik zei, nou jongen, kom maar binnen. Dus hij heeft me geneukt. De lusse reporter. Maar dan had ik hem dus, want ik had een eigen nachtslot. En op een gegeven moment, hij kon dus niet bij die klink van die deur. Dus toen hebben we een kattenluikje voor hem gemaakt. En dan kon hij dus s'avonds, daar had hij de sleutel van. En dan kon hij s'avonds lekker bij me aanschuiven. En ik moet je zeggen, het was zalig. Het was een heerlijke, hij voorzag me aan alle kanten. Hebben jullie enig idee waarom Buffy weggegaan is bij BUVO? Vrouwen. Ja. Vrouwen op een gegeven moment. Want ik moest hem even. Ik wist wel dat hij zat te scharrelen met andere meiden. En op een gegeven moment zegt: nou ja, je kiest voor mij of helemaal. Of je gaat me weg. En dat heeft hem een enorme contradictie gebracht met zijn eigen. Ja, met zijn eigen. En toen is hij gaan huilen. En toen heb je de hele voer heb je nog bij ons ondergehaald, hè? Oh, ja, dat was fijn. Dat lag zo laag. Zo laag. En dat was toen net, dat was vlak nadat jij toen je kut hebt laten liften, Poes. Zij was net terug uit Connecticut. En hij had er wel weer zin in, want hij kwam precies met die kop. Kwam hij met op de hoogte zat hij van die kut van Poes. Maar het was een slopert. Het was een slopert. Maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom die nou bij vrouwen. De club is weggegaan. Ja, vrouwen. Toen een vrouwtje had hier zitten. Was het ook alweer? Moest bezig zijn of weet ik veel. Ja, waar. Die had hij ook maar op. En hij kon geen keuze. Hij kon geen keuzes maken. Ik kan nou wel vertellen. Nou die net dood is. Is dat hij heeft ook een keer een affaire gehad met de vrouw van de voorzitter van BUVOVV. Ja. Oh. Hij had ook wel nare, gemene kanten, hoor. Want die voorzitter van die club van BVV, die was er dan weer achtergekomen. En die had een klein poesie. Oh ja, poesie. En die Buffy heeft op een gegeven moment gewoon op een nacht is door het raam naar binnen geklommen. Die heeft er aan dat poesie zo rak in één keer zo helemaal doodgebeten. Want zo was hij ook. Zo was hij, hoor. Ja. Ja, een slok op. Ja. Hij kon behoorlijk agressief. Oh, dat was vreselijk als hij een slok op had. Ja. Oh, dat was vreselijk. Ja. Dat was een slopert. En dan wist hij helemaal niet meer wat hij deed. Dan moest je hem de volgende dag moest je hem alles uitleggen. Hij is dood. Ja. Daar kunnen we lang of kort over zijn. Ik stel voor dat we gaan kijken naar een stukje van Buffy in actie zoals hij vroeger was. En zoals iedereen hem eigenlijk ook wel zou willen blijven herinneren. Dat zwier ik in mijn hart. Jij bent de grootste voetbalclub van het hele land. Naar voren, je moet die bal erin schieten. BUVV, wij worden kampioen. BUVV, wij worden kampioen. Ga naar voren met de bal, want ik zie iedereen al met mooie grote wangen. Daar gaan wij dan naartoe. Ja, en daarmee besluiten we deze uitzending van Sportvisie. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende.
Hi. Oh, ja, dit is gaaf. Ik ben ook zo nerveus. Hi. 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 Te laat. Zijn jullie nog geneukt? Nou, daar hadden we het net over. Ja?